Zoals je misschien wel weet, heb ik een jaar gewoond en gewerkt hier op Eres Farms in Dronten. Helaas, er komt aan alles een einde, maar ik wil jullie graag nog een dagje meenemen hier op de boerderij. Nou, mijn ochtend begint hier met het voeren van de kalfjes. Het melk kunnen we zo aftappen van het kalfdrinkautomaat. Maar ja, op het moment hebben we eigenlijk maar één klein kalfje. En dat komt omdat de hitte van 9 maanden terug invloed heeft gehad op de vruchtbaarheid van onze koeien. Nou, deze grote kalveren krijgen niet alleen ruwvoer, ze krijgen ook brok. Ongeveer 2 kilo per kalf per dag. En deze kalveren zijn nu ongeveer tussen de 4 en de 7 maanden oud. Deze kalveren zijn zo'n 3-4 maanden oud en ze zitten nog op het stro. Maar ze krijgen wel hetzelfde rantsoen als de grote kalveren, omdat dat goed is voor de ontwikkeling van hun pens. Vervolgens knap ik de mest uit de boksen en strooi ik even een nieuwe laag zaagsel, want ook dit bevordert de groei. Nou, en af en toe moet de melkpoeder ook even worden bijgevuld. Dit is het kalverdrinkautomaat waar kalfjes van 14 tot 56 dagen zelf hun melk kunnen ophalen. Doordat de melktemperatuur en de mengverhouding altijd goed is, is dit heel goed voor de gezondheid van onze kalfjes. Elke ochtend strooien we de kalverhokken op met stro. Lekker warm, schoon en hygiënisch. Kijk dat die kalfjes eens blij zijn. De ochtendmelking en het voeren van de koeien wordt gedaan door onze vaste medewerker. We voeren in een zelfrijdende voermengwagen waardoor alle componenten echt heel goed worden gemengd. En daardoor kunnen de koeien niet selecteren en krijgen ze echt allemaal hetzelfde rantsoen. Overdag hou ik de zieke koeien en de drachtige koeien goed in de gaten. We voeren de kalveren 3 keer op een dag, tja, ook als het regent. Nou, vanaf een uurtje of 11 ben ik alleen en door de verantwoordelijkheid die ik heb voelt het echt alsof het mijn boerderij is. Nieuwe kalfjes moeten we nog even leren drinken aan het kalverdrinkautomaat, maar verder lijkt alles rustig. Hier kan ik echt van genieten. Deze mini shovel is echt mijn rechterhand. Ik pak hem een aantal keer per dag en dan schuif ik even het voer aan. Nou, de koeien van de weidestal die zijn nu al dag en nacht buiten. En de kalfjes vanaf een maand of 4 gaan ook naar buiten. Deze 55 dames worden met de melkstal gemolken. Voor het melken krap ik even de mest uit de boksen, zodat er veel minder kans is op uierontsteking. Kijk dan, hele rij met deze prachtige koeien. Ja, waar kan je als boerin nou nog meer van genieten? Nou, mij kun je met melk ontzettend blij maken omdat je gewoon 2 keer per dag al je koeien even stuk voor stuk voorbij ziet komen. Deze koeien hebben een productie van 35 liter met 4,10% vet en 3,50% eiwit. Dus echt toppertjes. En ook 's avonds moet er al wat gebeuren. Mijn gebruikelijke avondronde begint bij het kalfje dat gewoon weer lekker 2 liter melk krijgt. En dit is onze voerrobot die automatisch het voer aanschuift. Deze kalveren zitten al in de grote stal, maar omdat ze veranderingen hebben gehad van huisvesting en voeding, vinden we het belangrijk dat ze gewoon nog een poosje hetzelfde brok krijgen. En ook 's avonds verzorgen we onze patiënten weer goed. Deze koeien die lopen bij de melkrobot, een De Laval PMS 300. En 's avonds haal ik nog even de attentiekoeien op. Deze koeien geven nu gemiddeld zo'n 37,5 liter melk met 4,10% vet en 3,40% eiwit. Maar als je mij vraagt, toch liever een melkput dan een melkrobot. Ik doe nog even voor de laatste keer vandaag de schuif en de shovel, dan kan ik de koeien opvoeren. En dan zit deze avondronde en deze dag
En mijn laatste weekend er alweer bijna af. Vanaf 9 mei lopen deze biologische koeien dag en nacht buiten. Prachtig natuurlijk, maar dat moment van rust, 's avonds in de weidestal, is ook echt goud waard. Het einde van mijn eresvarmersavontuur en het einde van deze vlog is in zicht. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken, te delen, te abonneren en kijk ook even op dit Instagram-account. De volgende keer neem ik jullie mee op stage naar Ierland. Nou, tot dan. Joe!